paardensport kan heel lucratief zijn. Door het hele land zijn er banen waar je kan kijken naar de koersen en erop kunt wedden. Maar bij renbaan Duindicht in Wassenaar laten twee mannen het niet op geluk aankomen. Duindicht, een groot landgoed tussen Wassenaar en Den Haag. Op het landgoed vindt men behalve een aantal woonhuizen, een landhuis, een golfbaan en de befaamde paardenrenbaan. Ook de paardensport krijgt zijn deel van de interlandontmoetingen. Op de renbaan Duindicht bij Wassenaar wedstrijden tussen Belgische en Nederlandse paarden. Het is een historische renbaan die al 107 jaar bestaat. Sinds in 1940 het drafcircuit werd toegevoegd, is Duindicht de enige renbaan waar zowel ren- als drafkoersen worden gereden. Tegenwoordig zijn vooral de paardensport en het wedden op koersen de publiekstrekkers. Anno 2013 wordt de renbaan nog steeds druk bezocht als er op zondagen koersen worden verreden en er gewed kan worden. Woensdag 4 september. Rond 11 uur die ochtend verlaat een medewerker van Sportec Racing BV het terrein van de renbaan. Hij draagt zorg voor het installeren van kassa's op koersdagen en is verantwoordelijk voor de geldstromen. Daarvoor rijdt hij naar renbanen door het hele land. Die dag moet hij naar Leek, bij Groningen. Het is een lange dag. Pas na zo'n 12 uur is hij weer terug in Wassenaar. Hij heeft de dagopbrengst uit Leek mee om deze veilig op te slaan in de kluis van renbaan Duindicht. Maar voordat hij dat kan doen, staan er plotseling twee mannen bij hem. De doodsbange man kan niet veel anders doen dan meewerken. Al het geld uit de kluis verdwijnt in een grote sporttas. Zo! Zitten! Hun slachtoffer laten ze getaped achter. Ja, heftig om zoiets mee te maken. Mevrouw de Mooij, goedenavond. Heeft het slachtoffer ondanks alle angst toch een goede beschrijving van zijn belagers kunnen geven? Ja, hij heeft ons vooral iets kunnen vertellen over de agressieve man die een vuurwapen had en die hem de hele tijd onder schot hield. En dat ging dan om een blanke man met groene ogen. Hij was breed en gespierd, vrij lang, in ieder geval langer dan 1,85 meter. En verder viel het slachtoffer op dat de man een lichte stem had. En dat zou kunnen betekenen dat hij vrij jong was. En hij droeg donkergrijze rubberen handschoenen. Ja, en die andere man die heeft hij minder goed gezien? Ja, daar kon hij eigenlijk minder over vertellen. Die was wat kleiner, 1,80 meter lang. Ook wel gespierd, dat wist hij dan ook nog wel. Beide mannen waren in het donker gekleed. De twee spraken in een buitenlandse taal met elkaar. En het slachtoffer, ze spraken heel erg gebrekkig Nederlands. Het slachtoffer, ja, daar spraken ze eigenlijk alleen maar losse woorden tegen. Ja, was het eigenlijk bekend dat die avond daar iemand zou zijn met dat geld? Nee, dat was het niet. En we houden er daarom ook rekening mee dat het slachtoffer vanuit Leek al is gevolgd. En hoe is hij gereden? Hij is rond 9 uur vertrokken vanuit Leek. En hij reed via Heerenveen, waar hij gestopt is, bij de McDonald's. En vervolgens via Almere, Muiderberg, Amsterdam en uiteindelijk de A44 op naar Duindicht. Ja, en bij Muiderberg is hij ook nog even kort gestopt bij een benzinestation, dit tankstation. En daar heeft hij ook beelden van. Ja, en dat zien we hier. We zien het busje van het slachtoffer als hij die woensdagavond 4 september rond 10 uur aankomt rijden bij het tankstation bij Muiderberg. Op de beelden lijkt er eigenlijk niets verdacht te zien, maar we zoeken mensen die daar die avond ook gestopt zijn en mogelijk wel iets opvallends hebben gezien. Zoals het busje van Sportec Racing BV dat mogelijk in de gaten gehouden werd of zelfs gevolgd. Maar dat kan uiteraard ook op de route richting Wassenaar gebeurd zijn. Ja. Slachtoffer is getaped achtergelaten. Hij heeft dus niet kunnen zien hoe de daders zijn gevlucht?
Nee, hij heeft ook niets gehoord. Niet iets van een brommer of een auto horen wegrijden. Er zijn twee manieren waarop je het terrein kunt verlaten. Dat is via de hoofdingang, de Waalsdorperlaan op. Maar ze kunnen ook door de weilanden gegaan zijn richting de landscheidingsweg. Nou, misschien heeft iemand ze daar zien vluchten. En dat kan natuurlijk opgevallen zijn, zeker ook door die buit. Ja, inderdaad. De twee hebben een aanzienlijk bedrag buit gemaakt. En een groot gedeelte daarvan was in munten. Dus dat hebben ze toch mee moeten nemen in een sporttas. Ook twee van zulke geldkoffers met inhoud hebben ze meegenomen. En mogelijk heeft iemand ze die avond gezien. Zien sjouwen met een grotere donkere sporttas en twee koffers in de omgeving van de renbaan rond 11 uur 's avonds. En uiteraard zijn we natuurlijk ook benieuwd of die koffers na 4 september nog door iemand gezien zijn. De renbaan heeft overigens sinds deze overval de veiligheidsmaatregelen rondom het terrein aangescherpt. Alle sporen en vragen rond deze overval staan op onze site. We horen graag van u als u tips heeft op 0860 70. Uiteraard kunt u ook bellen met Meldmisdaad Anoniem of de criminele inlichtingeenheid.